Ik ben Bip Leevoet. Ik ben docent erfgoed en herbestemming aan de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt. Ik maak deel uit van de onderzoeksgroep TRACE. En dat is een onderzoeksgroep die werkt rond de herbestemming en de transformatie van bestaande gebouwen. Dat gaat dan zowel over gebouwen die beschermd zijn als erfgoed, als ook andere gebouwen die toch belangrijk zijn voor de herinnering van onze geschiedenis of die deel uitmaken van ons collectief geheugen. Als het gewoon een oud huis is of zo, ja oké. Okay. Maar als het echt een beetje, daarom niet echt historisch, maar van architecturaal belang, dan vind ik wel dat het in het straatbeeld de gevel mag blijven staan. Dat is toch de cultuur van hen en de historie, geschiedenis zit daarachter. Die kerken ook, er zijn er zelfs, bij mij hoeft dat zelfs nog niet het mooiste gebouw te zijn. Maar wel wat dat de geschiedenis, anders veeg je een stuk geschiedenis weg. Dus dat vind ik wel belangrijk. Hè? Nee, restaureren, sowieso, ja. Ja. Als het nog gerepareerd kan worden, waardoor het goed blijft staan, zou ik zeggen restaureren. Het brengt sfeer aan een stad en dat trekt ook toeristen. Dus het lijkt mij dat dat heel goed is als dat gewoon blijft staan. Ja, we hebben in Vlaanderen heel wat oude gebouwen en sommige van die gebouwen zijn ook beschermd of erkend als erfgoed. En dat wil eigenlijk zeggen dat die een specifieke waarde hebben, een erfgoedwaarde noemen we dat, waardoor zij ons op een heel duidelijke manier herinneren aan onze geschiedenis of deel uitmaken van ons collectief geheugen. Natuurlijk hebben we ook heel veel gebouwen die bestaan, maar die eigenlijk niet beschermd zijn of erkend zijn als erfgoed. Sommige van die gebouwen zijn ook wel mooi of hebben ook wel een bepaalde emotionele of herinneringswaarde. Maar sommige gebouwen zijn eigenlijk ook helemaal niet zo mooi en niet zo functioneel. En ja, dan is de vraag, moeten we die afbreken en gaan, of kunnen we die ook gaan hergebruiken? Nu, wetende dat de bouwsector verantwoordelijk is eigenlijk voor heel veel CO2-uitstoot en gebruik van materialen, dus een heel grote ecologische impact heeft, is het eigenlijk zo dat we ook over die gebouwen die niet zo mooi of misschien historisch niet zo belangrijk zijn, meer en meer moeten gaan denken over een manier waarop we die toch kunnen gaan hergebruiken. Het is ook zo dat natuurlijk wanneer we een gebouw zouden afbreken en een nieuw gebouw in de plaats zetten, ja, dan moeten we niet alleen de kostprijs rekenen van de nieuwe materialen die nodig zijn om het gebouw op te trekken, maar eigenlijk ook de kost die de afbraak met zich meebrengt en het verwerken van die materialen die dan ofwel hergebruikt, gerecycleerd of als afval verwerkt moeten worden. Waardoor innovatie eigenlijk ook op economisch vlak een piste is die de voorkeur geniet. Ik denk dat je er best wel hele mooie dingen in kan doen. Een bibliotheek of een gemeenschappelijke ruimte voor mensen dat ze elkaar daar kunnen gaan ontmoeten. Of juist nu met de woningnood, dat je daar huisvestingen in maakt eigenlijk. Je kunt daar veel mee doen. Dat zijn dikwijls grote ruimten die heel schoon kunnen benut worden. Voor musea, voor openbare dingen, voor privé, voor... Ja. Voor optredens, eventueel tentoonstellingszalen. Herbestemming is het geven van een nieuwe functie aan een bestaand gebouw. Als onderzoeksdomein is herbestemming eigenlijk een vrij nieuw onderzoeksdomein. De eerste bronnen in de literatuur, of het kwam voor het eerst aan bod in de literatuur, zowel binnen erfgoedzorg als binnen architectuurtheorie in de jaren 70 van de vorige eeuw. Maar eigenlijk is de praktijk van het aanpassen van bestaande gebouwen aan nieuwe doden waarschijnlijk even oud als de bouwpraktijk zelf. Hè. Het is zo dat in het verleden veel eenvoudiger en goedkoper was om bestaande gebouwen te gaan aanpassen dan om nieuwe gebouwen op te trekken. En heel veel gebouwen zijn dan ook bewaard tot op de dag van vandaag. En net dankzij het feit dat ze hergebruikt en constant aangepast zijn aan nieuwe noden. Ik denk dat het wel belangrijk is voor jongeren vooral dat ze wel zeg maar, leren wat er vroeger was en hoe het er vroeger uitzag. En ook de gedachten zeg maar, van de gebouwen erachter, omdat er vaak wel een verhaal achter zit. Dus ik denk wel zeker dat het meerwaarde heeft voor jongeren vooral. Bestaand architecturaal weefsel bestaat eigenlijk uit heel veel lagen. Dat gaat over heel veel historische lagen, maar ook maatschappelijke elementen, infrastructuur die daar allemaal deel van uitmaken. En we gaan in de toekomst toe als architecten eigenlijk meer en meer moeten nadenken hoe we aan de slag kunnen gaan met die architectuur die al bestaat, met die gevonden architectuur, om van daaruit te vertrekken om onze nieuwe behoeftes te gaan een plek geven. Hè. De overheid kan een heel sturende rol opnemen in het stimuleren van
van renovatie. Dat kan zijn door bepaalde subsidie- of belastingssystemen te gaan invoeren, waardoor renovatie interessanter wordt en waarvoor afbraak bijvoorbeeld ontraden wordt. Maar dat kan ook zijn door zelf een voorbeeldfunctie te spelen. Bijvoorbeeld door gebouwen, overheidsgebouwen, om daar echt te gaan kiezen voor restauratie en toonaangevende herbestemmingsprojecten. En op die manier projecten te gaan creëren die ook andere bouwheren kunnen gaan inspireren. Ja, er kan zeker nog altijd meer gedaan worden om herbestemming en renovatie te gaan promoten. Maar ik vind wel dat er de afgelopen jaren al heel veel belangrijke stappen gezet zijn. Het is echt geen uitzondering meer dat zelfs gebouwen met een heel specifieke typologie, zoals bijvoorbeeld een gevangenis of een kerk, dat men daar toch kiest om een nieuwe functie erin onder te brengen. Ook al betekent dat er soms vergaande ingrepen nodig zijn. Vlaanderen speelt er ook echt wel een voorbeeldrol in. Dus we kijken dat er vanuit het buitenland heel vaak gekeken wordt naar de manier waarop er in Vlaanderen omgegaan wordt met renovatie en herbestemming van zowel beschermde als niet beschermde gebouwen. Dus ja, het is voor mij echt wel een luxe om in deze context dit onderzoek te kunnen voeren.